seizoen Holland's Next Topmodel. Het programma over de zoektocht naar het topmodel van Nederland was in 2006 voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. Holland's Next Topmodel gaat over 10 meisjes die als droom hebben om topmodel te worden. In 2017 mochten ook jongens meedoen aan het programma. Je ziet een bepaalde sensualiteit in je ogen en in je gezicht. Het is supermooi. Holland's Next Topmodel is uitgegroeid tot een sterk merk van RTL 5. Ik heb niet normaal gespannen, ik wil niet weten. En is heel populair onder een grote groep trouwe kijkers. Ik ga het nu gewoon echt beginnen. Het is echt een droom vanaf jongs af aan. Er zijn vele mogelijkheden voor partnerships, zoals bij de fotoshoots. We staan hier vandaag voor een shoot voor Nivea Micellair Water. Dit is een 3-in-1 reinigingsproduct. Het reinigt intensief, het verwijdert make-up en het verfrist je huid. Ik ga jullie fotograferen voor Sinsie en we gaan dus met sieraden werken. Ja, we gaan vandaag een najaarsserie schieten, een modeserie. Voor de nieuwe collectie van Moschino voor H&M. En dat wordt een volwaardige modeshoot van minimaal 6 pagina's. En de winnaar van deze shoot die krijgt €500 om te besteden aan de collectie die je hebt gedragen. Alsjeblieft. Sinds 2017 is het format uitgebouwd via diverse platformen om de fans nog meer te verbinden aan het merk. De Instagram-pagina heeft een grote groep trouwe volgers. Naast de uitzending op tv bij RTL 5... kunnen de fans het programma ook vooruitkijken bij Videoland. Op het YouTube-platform Velvet wordt er met de afgevallen kandidaten nagepraat over het avontuur. Wie vond je de betere fotograaf? Nigel of Kim? Voor mij was het zeker Kim. De opkomst bij de tour door heel het land bewijst hoe populair het programma is. Ook dit jaar komt er een nieuw seizoen waarin Anna Nushin, Kim Veenstra, Jean-Paul Paula en Nigel Barker op zoek gaan naar het topmodel van Nederland. Via het Instagram-account starten we een wildcard-campagne voor die felbegeerde laatste plek. Yes! Velvet volgt de modellen na het avontuur van Holland's Next Topmodel. Het is gewoon insane. En we sluiten het seizoen weer af met een geweldige finale. De winnaar van Holland's Next Topmodel 2017 is geworden. Montel. Zo hebben we het tv-programma omgebouwd tot een 24/7 merk. En raken we ook dit jaar de fans weer recht in het hart.